In dit filmpje komen woorden aan bod met de hng en hng. Dit zijn twee tekenklanken. Deze hoort bij de hoofdcategorie barst in de klok, want je hoort iets anders dan dat je schrijft. De hng noemen we de ding-dong-klank. En bij hng leren ze het versje: de hng en k zitten op een bank. Er mag niemand tussen, want hng is een tweetekenklank. Dus de g komt er nooit tussen. Voor de kinderen die met letterlicht werken is dit de regel. Met een plaatje en steunwoorden in een steunzin. Er worden vaak fouten gemaakt in de hng als er een t aan vast zit, zoals zinkt. Als de t erachter staat, moeten ze die er altijd even afhalen door het in de ik-vorm te zetten. Het is dan dus ook een plak-t-regel. Dan krijg je ik zing een lied. Maar als je zinkt hoort, kan het natuurlijk ook zijn van ik zink naar de bodem. Dus dit soort woorden moeten wel in een zin aangeboden worden, zodat ze de betekenis weten. Net als bij drinkt, wat komt van drinken, dus met de k, en drinkt, wat komt van voordringen, dus met de hm. Bij pellen staat dit in de steunkaart. Inclusief een paar voorbeeldwoorden. En in letterlicht is dit de regel. Als ze langere woorden met een hunk of hm in klankgroepen opdelen, dan blijft de klank toch bij elkaar, zoals in anker, ook al hoor je de k nog doorklinken. Op deze manier zullen ze niet anker schrijven. Een woord zoals links kan ook problemen geven. Hoor je nou de hm of de hunk? Laat ze dan denken aan linkerkant, zodat je de hunk wel duidelijk hoort.